We gaan nu door met de volgende animatie. Dat is voor het Media College. Die staat nu nog uit. We zagen hem wel in de preview. En we slepen deze even om naar ongeveer het einde van de animatie van Amstelveen. We gaan deze straks laten binnenschuiven met een tween, maar we gaan ook weer in deze movieclip een filmpje maken. Dat doen we op de volgende wijze. We klikken er dubbel op en we gaan een animatie maken waarbij de letters één voor één verschijnen. We gaan de animatie in principe omgekeerd maken. We zien dus nu dat alle letters al aanwezig zijn. En we maken een hoofdframe. We kiezen de vul emmer en we wissen de laatste letter. Of weer een hoofdframe en weer een letter. De animatie die we gaan maken loopt nu als het ware achteruit. Steeds een hoofdframe maken en de volgende letter wijzigen. Als we de animatie langzamer zouden moeten laten lopen, dan zouden we natuurlijk ook een animatie kunnen nemen. Oh. Waarbij je meerdere frames tussen de twee letters zet die gewist worden. Puntje ook. We hebben hier dus nu een animatie die zo uitziet. Eigenlijk moet die omgekeerd. Dus we pakken nu alle frames. De eerste tot en met de laatste zijn nu geselecteerd. Klikken met de rechtermuisknop en selecteren voor frames omkeren. Op dat moment staat mijn animatie wel gewoon vooruit. In het begin is er natuurlijk wel even een moment nodig dat de animatie naar binnen schuift. Dus ik geef hem eerst een aantal frames waarbij dus de balk nog zwart blijft en daarna de animatie gaat plaatsvinden. We gaan terug met de movie clip. We klikken dubbel met het aanwijsgereedschap op het frame en we gaan nu op dit knopje klikken zodat het middelste frame aanwezig is. Hier een motion tween maken. We zorgen ervoor dat we een ruime tijd hebben voor de animatie. En we klikken hier op F5. Alles wat daarvoor is hoeft niet meer te bewegen. Zet het op slot. Ik kies hiervoor een bewegingstween maken. En de bewegingstween is zo dat de balk in het midden eindigt. Dus als hij komt binnenvliegen, dan moet hij ongeveer hier zo binnen zijn. Op deze plaats. En op deze plaats beweeg ik de balk dan ook een klein tikje naar rechts met één pixel en daarna weer eentje terug, zodat hij precies staat. In de tussentijd komt hier een mooie hoofdframe. Vervolgens klik ik op deze balk en breng hem buiten beeld. Het gevolg daarvan zal zijn dus dat hij met deze manier zo netjes naar binnen schuift. Dat willen we een klein beetje spannender maken. Als hij op deze plek is aangekomen, dan schuiven we hem eigenlijk een beetje te ver door. Dus ik hou de shift-toets ingedrukt en pijltje naar links en hij schuift nog wel wat naar links. Vervolgens ga ik een paar frames verder. Wijs het balkje aan en zet hem eventjes op de uitlijn weer in het midden van het frame. Hij kan daarna nog een klein beetje doorschieten. Nou, nu schiet hij door naar rechts. Dus ik geef hem nog een paar aantal klikjes. En weer een stukje later selecteer ik hem weer en geef hem weer in het midden.
Dus op deze wijze zien we dus dat hij een beetje heen en weer uit beweegt. Dus als ik deze afspeel, dan zien we en hem zo binnen schuiven. Nu gaan we eens kijken hoe het verder met de animatie in deze filmclip is. En er zit een rare truc in Flash. Als je deze filmclip nou omzet naar afbeelding, dan loopt hij als het ware de animatie door. En hier zie je dus dat terwijl hij aan het uitbewegen is, dat hij nog aan het afspelen is. Je ziet nu ook de letters verschijnen die in die animatie gezet zijn. We zien dat hier nog een kleine letter tekort is. Dus ik moet eigenlijk niks selecteren. Dan druk ik op de Escape toets, niks geselecteerd. Ik moet er nog een frame aan toevoegen. En als ik nu op de rechter pijltje naar rechts op de punttoets klik, dan ga ik één frame verder en loopt hij precies zo op deze wijze klaar. Nou hoop ik dat hij daarna dus niet meer verder gaat spelen. Ik ga hier dus daarom nog een extra leeg frame neerzetten. En daarvoor druk ik op Fn, F7. En dan wil ik eigenlijk het eindbeeld van mijn animatie nu hebben. Ik klik daarvoor nog even dubbel op de movie clip. Ik ga naar het laatste frame. Ik selecteer alles. Door op het frame te klikken is al de hele inhoud geselecteerd. Ik doe appeltje C om te kopiëren. Ik ga naar dat lege frame toe. En appeltje Shift V. En helaas komt hij dan niet op de plek die ik had gehoopt. En dat is precies dezelfde plek als waar de animatie is afgelopen. Dat ga ik als volgt regelen. Ik klik de contouren van de overtrek aan. Daardoor zie ik een klein beetje waar die daarvoor stond. Ik zoom even in. En zorg ervoor dat die op precies dezelfde plek staat als daarvoor. Oké. Dat is nu gebeurd. Ik kan de contouren van de overtrek uitzetten en de andere frames verlengen met één frame. En als het goed is, dan loopt hier straks zo de animatie af. Even appeltje 2 kiezen. Zo. En dan zijn we wat dat betreft klaar. We klikken weer op appeltje S om het filmpje op te slaan. En we gaan daarna de hele zaak aan kant zetten.